Op 7 mei 2002 ging bij mij thuis de bel. Ik herinner het me nog heel goed, want het was die dag de 46e verjaardag van onze huidige demissionaire minister-president en lijsttrekker van het CDA, de heer Balkenende. Hij was die dag jarig en niet jarig tegelijk, want één dag eerder was Pim Fortuyn omgelegd. Ik doe de deur open en op de stoep staat een ventje van een jaar of 12. Briezertje in de rechterhand. Briezer is een alcoholhoudend zoethoudertje voor de prepuberale jeugd. Dat ventje dat kijkt mij vernietigend aan en zegt: hebben jullie nou je zin? Ik was even sprakeloos. Ik was sprakeloos voor het eerst sinds mei 1968. Sinds die tijd was ik een jongen van het laatste woord. Ik ging er altijd overheen. Als iemand naar mij toe kwam en zei: je zou eens bij ons in de achterstandswijken moeten komen kijken. Dan zei ik: joh, ik liep al in Soweto toen jouw achterstandswijk nog een staaltje van progressieve stadsuitbreiding was. Als iemand tegen mij zei: meneer, u vloekt te veel in uw programma, zei ik: als jij later in de hemel komt, hebben een hoop mensen voor niks braaf geleefd. Ik had altijd een wegwezer. En daardoor vervreemde ik van de samenleving. Ik had totaal niets meer met de realiteit te maken. Als ik een WHO'er op straat tegenkwam, dan dacht ik: wat heerlijk dat die man door mijn forse bijdrage een menselijk bestaan kan leiden. In plaats van: laat je nog eens herkeuren, profiteur. Als ik iemand die door rood reed, doodreed, dan dacht ik: leven het gedoogbeleid. Als ik een vrouw zag met een hoofddoekje, dacht ik: zeker een chemokuur gehad. In plaats van rok omhoog en decolletés naar beneden. Als ik een Marokkaantje zag lopen met een lont uit zijn broek, dan dacht ik: dat zal wel iets met de inburgeringscursus te maken hebben. In plaats van: ik loop hier in een geronseld mijnenveld. Als ik weer eens op een perron stond en de trein kwam er maar niet aan, dan dacht ik: kijk, dat is nou de fout van de privatisering. In plaats van: laten we dat hele idee van een dienstregeling toch eens laten varen. Laten we een 8 aan spoorwegen door het land leggen en de treinen continu rondjes laten rijden. 2 kerken in het midden. Als mijn portemonnee gestolen was, dan dacht ik altijd: de dief zal het meer nodig hebben dan ik. Dus toen iemand begon over de puinhopen van Paars, toen dacht ik onmiddellijk: Mussert, Geuring, Goebbels, Hitler. Want mijn eindpunt wat betreft collaboratie en verzet, dat is nog altijd de Tweede Wereldoorlog. En ik reken mijzelf voor het gemak maar even tot het verzet. Ik stam nog uit de tijd dat humor een wapen was. En de grootste inspanning die de meeste mensen in dit land jaarlijks willen leveren is het boeken van een geheel verzorgde vakantie, zodat ze zonder zorgen op hun luierreet aan het strand kunnen liggen. De conversatie van de meeste mensen in dit land betreft mooi weer. Mooi weer betekent namelijk dat je zonder zorgen op je luierreet aan het strand kan liggen. De meeste mensen in dit land verstaan onder vrijheid dat je zelf mag uitmaken waar, wanneer en hoe lang je op je luierreet aan het strand mag gaan liggen. De meeste mensen in dit land zijn voor meer veiligheid, zodat je niet de hele tijd op je spullen hoeft te letten, net als je even op je luierreet aan het strand ligt. De meeste mensen in dit land vinden de wachtlijsten te lang. Hier met die kunstheup, ik wil op mijn luierreet aan het strand liggen. De meeste mensen in dit land begrijpen niet wat allochtonen hier te zoeken hebben. Waarom blijven ze niet in hun eigen warme land op hun luierreet aan het strand liggen? Bovendien, wie moet mij straks bedienen als ik daar met vakantie naartoe ga? De meeste mensen in dit land zijn voor euthanasie.
Dan kun je namelijk een crematie of begrafenis plannen. Zodat je mooi de volgende dag naar een land kan afreizen om met je luie reet aan het strand te gaan liggen. De meeste mensen in dit land zijn voor abortus. Want niets is zo vervelend als jengelende kinderen als je op je luie reet aan het strand ligt. De meeste mensen in dit land verstaan onder solidariteit dat je een ander niet aan zijn kop zeurt als hij net even op zijn luie reet aan het strand ligt. De meeste mensen in dit land generaliseren. De meeste mensen in dit land hebben nog nooit ergens over nagedacht. In een democratie tellen de meeste stemmen. Dus als er iemand komt die zegt dat het de schuld van de politiek is dat jij niet continu op je luie reet aan het strand ligt, kan zo iemand op een kwart van de stemmen rekenen en zegt 80% van de mensen dat het goed is dat dit soort dingen eens gezegd wordt. Hier wou ik het voorlopig even bij laten, maar het is goed dat dit soort dingen eens een keer gezegd wordt. Zo. Ik zou u niet willen applaudisseren, dames en heren. Dat geeft mij het akelige gevoel of ik in een lijkwagen langs rouwende mensen rijd. Of ik ieder moment een boeket bloemen naar mijn kop geslingerd kan krijgen. Nee, ik was volkomen vervreemd van de samenleving. Ik geloofde heilig in het multiculturele. Toen er op een zeker moment, ik weet niet meer precies wat de reden was, behoefte was aan hulp-imams, heb ik mij vrijwillig gemeld. Ik heb ook wel eens voor Sinterklaas gespeeld en dat geeft zoveel voldoening. In mijn jeugd was ik al jeugdzendeling. Ik geloofde in de missie, in de zending. Ik geloofde heilig in het getal. He, meer christenen dan moslims, dat moest het worden. Ik heb in mijn jeugd met mijn rechterarm half lam gecollecteerd voor de zending. Ik kwam niet alleen van het collecteren, dat moet ik er eerlijkheid zelf wel even bij zeggen. Ik weet nog wel dat wij stonden langs de Nieuwe Waterweg, stonden we broeder Welbedacht uit te zwaaien. We gingen naar Zuid-Borneo, Dajax bekeren. Nou, wij dachten, dat is een kwestie van tijd. 3 maanden later was hij opgegeten. Ja, die sukkel begon met het verhaal over het laatste avondmaal. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Die Dajax stond het water in de bek, werkelijk waar. Maar wie gaat er ook met een boek naar analfabeten? Dat is ook zo'n dom idee. Dom idee. Ja, met de film moeten gaan. Met de film. De 10 geboden van Cecil B. DeMille in het oerwoud. Dat had ze op de knieën gedwongen. Het evangelie van Matthäus, van Pasolini. Dat Jezus over het water loopt, daar kon Mohammed niet tegenop, hoor. Nou, Mohammed kon over het water lopen, maar dan moesten de stenen wel goed liggen, hoor. Maar Jezus kon echt over het water rennen. Die liep de 100 meter vlinderslag binnen de 11 seconden, hoor, Jezus. En toen las ik die getallen na die WTC-ramp in New York. Toen las ik moslims 2,8 miljard, christenen 1,6,5. Ik weet nog dat ik dacht, wat hebben die zendelingen, godverdomme, al die tijd zitten uitvreten daar, zeg. We hebben een beetje op een luie reet aan het strand gelegen. Nee, ik was vervreemd van de samenleving. En ik had altijd het laatste woord. Dus toen Pim Fortuyn vermoord werd, toen zag ik opeens de paradox van altijd het laatste woord. Het laatste woord heb je maar 1 keer. En dan gaat de deksel erop. En dan is het zand erover. In sommige uitzonderlijke gevallen 2 keer zand erover. En ik heb afscheid genomen van het laatste woord. Het is nu de tijd, we merken, het is nu de tijd van het hoogste woord. En ik wil toe eigenlijk, ik zou met de samenleving naar het eerste woord op zoek willen gaan. Mijn eerste woord van vanavond is pompoen. Mijn pompoen. Ja, mevrouw, ik ga zo over het lijsttrekkersdebat beginnen. Rustig maar. Eerst de inhoud, dan de poppetjes, ja? Mijn pompoen lag in de tuin van de buren. Ik heb een hele hoge composthoop. Ik heb een tuin van 240 meter diep. En de tuin van de buren is 826 meter diep. U hoort wel, ik woon in een zogenaamde voorsprongwijk. 2 jaar geleden is er bij ons in de buurt een asielzoekerscentrum gekomen. Al-Qaeda.
Ja, dat heet niet voor niks. Weet u wat Al-Qaeda betekent? Ja, de basis. Dank u wel. Ik had liever gehad dat het niet zo snel beantwoord werd, want daar had ik mijn hele conferentie op afgestemd. Maar ja, vanavond zitten natuurlijk de Wizkids in de zaal, hè? Die hebben erop gewacht. De basis, dank u wel. Oh, Al-Qaeda gaat net zo lang door tot ze de basis. Kijk, nou, er blijven genoeg dommeriken over die dat dan weer leuk vinden. Dus, nee, ze hadden dat bij ons in de buurt. Want ja, u hoort dat wij wonen in een voorsprongwijk. En dan kan je makkelijker een asielzoekerscentrum neerzetten dan in een arbeiderswijk of in een middenstandswijk. Want daar krijg je natuurlijk actiegroepen. En bij ons is het zo, het staat er al voordat we ons verenigd hebben. En de dochter uit het eerste huwelijk van mijn achterbuurman, meisje van 19 jaar, fietst op een avond naar huis. En haar bagagedrager wordt beetgepakt door een asielzoeker. Vermoedelijk. Tenminste, nou ja, kon bijna niet anders. Ik bedoel, het was donker, dus het was gewoon zo. 2,5 jaar geleden. Het was nog niet echt bespreekbaar, 2,5 jaar geleden. Dus die vader die gaat woedend naar het bureau. En het is een schandaal. En er wordt hier geen bagage raken. Ze laten ze oprotten waar hun wortels zitten. En de politie had toen nog de taak om te sussen. Dat is er een beetje af. Ik weet niet of jullie die debatten gezien hebben. Er mag niet meer gesust worden. Er moet meteen. Maar toen was het nog van, meneertje, dat is de cultuur van die mensen. Dat zit er gewoon in als ze een bagagedrager zien. Nou, dan gaan ze, dat is nou eenmaal zo. Iedere cultuur heeft zijn eigen aardige idee. Je hebt culturen, daar zetten mensen bijvoorbeeld in de maand december een boom in de kamer. Ja, maar deze mensen, nou, die gaan lekker aan een bagage. Die mensen waren al bagagedrager voordat wij fietsen hadden. En op dat moment, denk ik, die man laat de overheid de pip krijgen, hè, zo doen wij dat. Die heeft 20 camera's om zijn huis laten plaatsen. Dus ik denk, nou, ik haal even die pompoen. Ik wist dat niet. Ja, dan zeg je, ja, waarom ga je niet even naar de buurman toe? Nou, dan ben ik weer 3 kwartier verder. Want ik moet wel door mijn eigen tuin, door zijn tuin en weer helemaal terug. Ja, ik kan hem bellen, maar hij heeft een geheim nummer. Oké. Ja, waarom rij je er dan niet heen? Nou, ik zal u eens even laten zien. Als ik met de auto naar mijn buurman ga, hoe ik dan moet rijden. Maar kijk, ik woon hier en dan rij ik zo. Zie, hier woont mijn buurman. Nou ja, daar mag ik nog even terug graag. Kijk, ik kom zo aangereden. Hier, zie je het? Hier woont de buurman, maar ik mag hier niet in, want dat is één richting verkeer. Dus ik moet linksaf, de schuur van de buren. Daar komen we straks op terug. Dan rijd ik zo helemaal zo door. Blablazen, zie je? Blablazen. En ik denk, hier woont Ferry Hogendijk. Hier woont Ferry Hogendijk, zie je hem? En dan moet ik zo, dit is het bos waar Gerard Jan Heijn vermoord is. Hier is een doodlopende weg. Dan moet ik weer achteruit. Dat is ongelooflijk, moet ik keren. En dan kom ik hier bij de straat. En dan moet ik de snelweg op. Ik ben, ja, moet ik de snelweg? Ik ben op weg naar de buren. Heb ik pech, sta ik in de file, ben ik weer 3 kwartier verder. Hier kom ik dan de weg af, zie je hier, blaar ik in huis, hier ga ik de weg af. En dan moet ik hier naar links en dan kom ik weer uiteindelijk bij een doodlopende weg. En hier wonen de Bijna Rijken. Zie je, het Bijna Rijken wonen hier. En dan komen we hier langs het huis van Herman Heinsbroek, hier wordt hier. Het poort van Herman Heinsbroek, tenminste, de tweede uitgang, heel boven te noemen geweest. En dan kom ik zo terug en als ik dan hier verkeerd ga, wat ik nu... Kijk, 1 keer verkeerd en ik ben weer bij mijn eigen huis. En weer niet meer... Dus ik denk, ik haal die pompoen, haal ik er even zo. En ik hang zo aan dat ding en hoor ik opeens... Hou, 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 hou. En een kinderstem die roept... Maurice, af! Er gebeurt iets leuks. Maurice, af! Maurice, hier! En dan komt een jongetje van de jaarverleden die zegt... Buurman, blijf met je poten van onze pompoen af. Zo snotneus, dat is mijn pompoen. Hij ligt in onze tuin, buurman. Ik zeg, ja, maar de wortels zitten in mijn tuin. En je vader zegt altijd, rot op waar je wortels zitten. En toen zei dat ventje, 9 jaar, die zei, buurman, stop die pompoen maar in je reet. Nou, ik weet niet hoe u Halloween viert, dames en heren. Maar dit ging mij echt, ik zeg, snotneus, mijn reet past in die pompoen, maar die pompoen niet in mijn reet. En toen zei dat kereltje. 9, misschien 10 jaar, die zei, buurman, val dood. 2,5 jaar geleden. Een van de eerste serieuze bedreigingen in een lange serie.
Ik heb het hoog opgenomen, werkelijk waar. Nee, dat vond ik niet over, dat over mijn kant gelaten. Ik ben naar de politie gegaan. Ik heb de Telegraaf gebeld. Ja, anders heb je er niks aan natuurlijk. He, wij bekende Nederlanders hebben een directe verbinding met de Telegraaf. Dat is die oude landverraderslijn. En Prins Bernhard kent het nummer nog uit zijn hoofd. Iets meer dan een jaar geleden gaat bij mij thuis weer de bel. Ik doe weer open en op de stoep staat een ventje. Het ventje kijkt me aan met twee bruine ogen, waarvan één blauw. Het is mijn achterbuurjongen. Prins zit je in de hand. Ik zeg, zo knul, is je vader eindelijk met de opvoeding begonnen? En hij rent hard weg en hij klimt over de composthoop en springt de tuin van de buur in. Van zijn vader. En ik denk, daar moet ik het mijne van hebben. Ik spring in mijn auto en ik maak dat ritje, weet je wel. En ik kom, drie kwartier later bel ik aan. Ik heb een half kopje bij me. Buurman doet open. Ik zeg, buurman, heb je een half kopje kook voor mij? En de moeder smoes hebben. En hij kijkt me aan met twee bruine ogen, waarvan één blauw. En hij zegt, loop maar even mee. We lopen door de gang. We lopen door de keuken. We lopen door de bijgang. We lopen door de bijkeuken. We komen in de tuin. We komen in de schuur. En daar zitten vier Antillianen te klaverjas. Ik zeg, zo buurman, illegale. Nee, zegt hij, bolletjeslikkers. Ik help het celletekort een beetje oplossen. Ik zeg, buurman, wat krijgen we nou? Je brengt ons allemaal in gevaar met je drugs. Hij zegt, ja, nee, maar maak je geen zorgen. Ik ga ermee kappen, ik hou ermee op. Ik ga de politiek in. Die Fortuyn heeft een paar hele goede ideeën. Ik zeg, ja, maar buurman, een politicus die zijn kinderen slaat, dat kan niet. Ik krijg zo'n boei. Hoe weet jij dat? Ik zeg, nou, ik heb je diep in je ogen gekeken. En hij zegt, ja, maar we zitten gisteren op de veranda. En ik vond het een schitterend pedagogisch moment. En ik zeg tegen mijn zoon, ik hoor iets, maar ik zie niks. En dat kind zegt spontaan, een mug bij mijn linkeroor. En ik geef hem een lel. En hij begint te janken. Ik zeg, wat valt er nou te janken? Jij slaat mij. Ik zeg, ja, muggen dood. Op mij. Hey. Ik zeg, ja, tegen de muur leer je wel af als je een keer je middenhalsbeentje gebroken hebt. En ik laat hem die rode veeg zien met die zwarte vlek. En hij zegt, bloed. Ik zeg, ja, dat is jouw bloed, jongen. Als ik niet ingegrepen had, dan was jij leeggezogen. Jij dacht, hè, gefjeuk. Jij denkt, dat is de natuur. Maar jij bent de cultuur. En jij staat boven de natuur. En ik kan het je nu nog allemaal uitleggen. Maar straks moet je dat allemaal zelf doen. Zitten we s'avonds tv te kijken. Springt hij opeens op van de bank en geeft me een lel. Ik zeg, wat krijgen we nou? Hij zegt, ja, ik ben vast voor mezelf begonnen. En ik krijg zo'n gesprek met de buurman over de opvoeding. Ik zeg, opvoeding is leren kiezen, verantwoording nemen. Maar ja, hij is helemaal in de war. Begint over lomscholen. Alle scholen zijn lomscholen, lui, onmachtig, moe. En ik zeg, waar ben je nou het meeste bang voor? Hij zegt, nou, dat hij aan de drugs raakt. Ik zeg, ja, maar wat doe je eraan? Nou, we geven een briezer. Ik zeg, ja, maar hij is 10 jaar. Hoeveel krijgt hij er per dag? Nou, hangt een beetje van zijn humeur af. Een stuk of 9, 10... Zeg maar, dan is dat ventje dronken elke dag, ja? Zegt hij toen, alles beter dan stoned. Alles beter dan stoned. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, god. Ja, tuurlijk voel ik me bedreigd. Het is live. Ik voel me hartstikke bedreigd. Voor je het weet sta je nummer 16 op de verkiezingslijst van de VVD. U weet toch waarom Ayaan uiteindelijk naar de VVD gegaan is? En Nelly Kroes had haar uitgelegd dat je bij de VVD makkelijker kan declareren dan bij de Partij van de Arbeid. Ja, sneu. Ja, Bram en Nelly uit elkaar. Dat vind ik ook jammer. Het huwelijk, het scheiding van het jaar. Bram wil overal een bolletje van. Overal. Dus Nelly, geef even de pindakaas. Eerst een bolletje. Dan krijg je. Nee, maar je kon zien op het verkiezingscongres van de VVD dat zij al. Kijk, dit jasje is al. Kijk, vind ik het mooi, hè? Kijk, dit is een psalm hier. Boekhouder, is directeur geworden. Keurt de nieuwe secretaresse. Moet je kijken, die kop gaat een paar keer zo op en neer. Dus zomaar, zij wil een hand geven, maar hop, daar gaat hij, hè? Hij pakt er helemaal bij. Hier zie je die perestrooikenvlek. Nou, hij kijkt een paar. Zij kijkt naar hem, nog een keer zo. Lekker wijf, zie hem denken, lekker wijf. Hij heeft hier een neusje voor, hoor. En kijk, nog een keer.
is toch moeilijk, moeilijk voor een liberale. Want je ziet hem denken van als straks nou die moslimvrouwen geëmancipeerd zijn, dan hebben we nog meer ondankbare moslimmannen. En dat betekent nog meer hoeren. En dat betekent nog meer tippelzones. En ik kan nou mijn auto al nergens kwijt. Nee, we hebben ons allemaal toch even bedreigd gevoeld, hoor. Zelfs Volkert van de G. Zelfs Volkert van de G was... Ja, die hield zijn mond in de bak. Opeens kwam hij met een verklaring. 5, 6 weken geleden, kranten vol. Volkert van de G, kom met een verklaring. Ik dacht, die gaat aan de verkiezingen meedoen. Ja. Omdat iedereen die Fortuyn vermoord heeft, zeg maar, met een eigen lijst aan de verkiezingen deelneemt. Ja, Fortuyn is nog wel 10 keer vermoord. Wat denk je van Ferry Hogendijk? Daar is Brutus een mietje bij vergeleken, hoor. Brutus, mevrouw, dat is de moordenaar van Julius Caesar. Julius Caesar is de rechtsback van Lazio Roma. Iedereen die Fortuyn vermoord heeft, doet dat. Herman Heinsbroek wou meedoen. Nieuwe Politiek Nederland. Hij zocht 15 integere Nederlanders. Alleen dan zou hij meedoen. 15. Hij heeft ze niet kunnen vinden. Ja, moet je ook maar in je eigen vriendenkring gaan zoeken, Herman, hè? En weet wie ook meedoet? Winnie de Jong. Winnie is Zuid-Afrikaans voor loser. En Winnie heeft een partij opgericht. Manisdepressieven.nl. Dat is voor mensen die denken dat het bij de verkiezingen om je stemming gaat. Ze is erg neerslachtig. Want ze heeft nou die reportage, heeft u misschien wel iets over gehoord, voor de Panorama gemaakt. En om nog een laatste slag te doen. Maar ja, die Panorama die zien wij pas over 8 weken bij de kapper. Nee, maar ze is echt depressief, hè, want ze had allemaal stemmen in haar hoofd. En de psychiater had gezegd, die tellen niet mee. Nawijn is niet met een eigen lijst, want die wil niet in de Kamer. Hè. Die heeft zich 32ste laten zetten, want hij wil alleen desnoods met voorkeur stemmen in de Kamer. Dus mensen, als je toch, misschien ook kijkers, als je toch LPF gaat stemmen, hè, laten we met elkaar Nawijn de Kamer intreiteren. Hè? Wat een politicus zegt. Kijk, een politicus die wil dit. Dus die begint dan te beweren, ik wil dat. En dan zegt de ander, nou. En dan heel langzaam zijn ze zoveel. En dan zegt hij, akkoord. Maar die Nawijn die zegt, we gaan de doodstraf herinvoeren. Dat was dit. Maar ja, daar kan je nooit dat van maken. Je kan niet de volgende dag zeggen, nou, een beetje doodstraf vind ik ook prima. Dat kan niet. En je kan niet zeggen, we zetten iemand op de elektrische stoel en dan zetten we er een transformator tussen. Dat kan niet. Dan moet je zeggen, we geven iemand levenslang en dan maken wij wel uit hoe lang hij nog te leven heeft. Dat is politiek. En toen, 3, 4 weken geleden, ging hij helemaal verschrikkelijk de mist in. Toen ging hij vertellen dat de Tweede Kamer was 1 groot ritueel. Nou is dat natuurlijk zo, maar oeh, daar had hij wijsglas op zijn pik getrapt. Oeh, dat. Oeh, ja, maar die wijsglas die heeft thuis zo'n pikkie. Maar in de Kamer, jongen. En wat dan zegt iemand, meneer de voorzitter, en hop, daar gaat het ding. En dan heeft hij die hamer en dan zit hij zo onder het bureau. Zit hij. Tot de volgende, meneer de voorzitter. De hele tijd zit hij daar onder de orde te houden. En als de SP nou groot wordt, als de SP nou groot wordt, dan krijgt hij van Jan Marijnissen een sikkel erbij. Moet hij wel uitkijken wat hij grijpt natuurlijk. Ik ben veel gebeld. Ik ben net, want we hebben een kwartiertje gehad tussen die lijsttrekkersdebatten en nu, de telefoon stond roodgloeiend. Ze zijn zo benauwd. Oh, ze denken dat ik het allemaal kan veranderen. Heb je gehoord? Dan waren ze zo van, op laatst opeens heel flink. Waarom is die Cohen er niet? Tegen Wouter Bos. Nou, Cohen die had al 3 weken geleden afgesproken dat hij op die avond hier bij mij in de zaal zou zitten. En het is voor de aanstaande minister-president van Nederland ook veel verstandiger om hier te zitten dan bij die debatten te zijn. Ik ben Jan Marijnissen, die belde. Die zei, hoe kan dat nou? In de pols, want hij staat nu op 9. Het is ongelukkig hier. Hij zegt, waar is het misgegaan? Ik zeg, daar is het misgegaan. Daar. Dat was het RTL 4-debat. Kijk, als je idealen hebt, dan hoef je je niet te laten schminken, mensen.
Echt niet. Ik heb me nog nooit gesminkt. Dat neemt mijn geloofwaardigheid. Hij laat zich gewoon afpoeieren hier. Dat zie je toch? En dan kwam je ook met het verhaal dat de Hema-worst is de lekkerste worst van Nederland. Daar komt hij mij aanzet. Hij heeft zelf in een worstfabriek gewerkt. Waarschijnlijk de producent van Hema-worst. Hij heeft nooit de worst van de Tillaert uit Vorstenbos gehad, denk ik. Dat kan je zoiets niet zeggen. En dan wil hij de belasting verhogen naar 75%. En dan wil de eerste klas in de trein afschaffen. Moet je je voorstellen. Dan heb je straks 75% inkomstenbelasting betaald. Sta je in het gangpad van de tweede klas met een Hema-worst. Daar krijg je niet veel stemmen mee, joh, mensen. Nee, ik ben gebeld. Ik ben ook gebeld door Paul Rozemuller. Want eind november, begin december. Ja, toen was het voor hem van, wat zal ik doen? Zal ik Femke naar voren schuiven? Of moet ik het zelf blijven doen? Want Femke had vanavond, die had het erover dat de mensen in Nederland niet meer zo trots zijn op hun land. En dat dat de schuld is van de politiek. Zag u hoe stil ze allemaal werden? Ik denk dat die andere 49 iets voor Femke voelen. Ja, ik vond dat ze dat vanavond... Ik vond dat ze... Mooi, mooi. Te mooi om... Ja, vond ik wel een beetje. Nee, die Rozemuller belde me eind november op. En moet ik nou ermee door? Ik zei, voel je je bedreigd? Ja. Ik zei, voel je je ernstig bedreigd? Hij zegt, ja. Ik zei, dan weet je eens wat het is om natuur te zijn. Ik zeg, is er recentelijk nog iets gebeurd in de bedreigingssfeer? Hij zei, nou, gisteren nog hoorde ik paardenhoeven op het dak. En er zat een allochtoonklem in de schoorsteen. En een paar kinderschoenen zijn verdwenen. Ik zeg, Paul, luister nou, dat hoort er allemaal bij. Dat is de natuur. Dat is de survival of the fittest. We hebben natuurlijke vijanden nodig. Als we geen natuurlijke vijanden hebben, dan verloren we onze scherpte. Ik heb een konijntje in de tuin. Dat zit daar. Zo. En de hele tijd zit hij op zich heen te kijken. Doodsbang. Als dat beest geen natuurlijke vijanden had, dan werd het zo'n vet mormel. Dan had hij geen zin meer om te wippen. Ik zeg, kijk maar naar Erika Terpstra. Ja, dat vond hij ook niet. Nee, dat kan je niet. Zo'n grap kan je niet maken. Ik zeg, ik ben het met je eens, maar weet jij een beter voorbeeld? Dat is een beetje het probleem van de waarde enorme discussie op dit moment. Want ik ben het ermee eens, maar ja, er valt wel 80% uit je grappen valt gewoon. Die kunnen niet. Heeft u Balkenende gehoord bij die lijsttrekkers over waarde en normen? Hij zei op zeker moment, zat er even bij, want ik heb het opgeschreven. En mijn geheugen is geweldig, maar ik had wel de hele tijd het gevoel toen ik zat te kijken dat ik aan het programma 1 van de 8 meedeed. Weet je, met die lopende band, je hoorde al die teksten langskomen. En ik denk, dat moet ik onthouden. Ja, dat moet ik onthouden. Maar terwijl je denkt, dat moet ik onthouden, ben je het vorige alweer vergeten. Dat is zo ingewikkeld. Balkenende zei, ik erger me aan mensen die s'avonds om 10 uur niet meer de tram in durven. Ja, dat heeft hij letterlijk gezegd. En ik was het met hem eens. Wat zijn dat voor scheitenbakken, zeg. Ik vind dat er melkertbanen moeten komen om die mensen de tram in te jagen. Angsthazen erin, de trein! Kijk, ik hou... Hij had het op zeker moment, Balk vindt het ook over een heroïnehoertje. Maar hij slikt wel eens wat in. En toen kwam er een urinehoertje. Balkend is trouwens de enige die mij niet gebeld heeft. Hij heeft een kaartje gestuurd uit de treffenzaal. Wij zitten hier in grote eenheid en vastbeslotenheid bijeen. En dan 8 handtekeningen van Balkenende erop. Wie mij ook belde, dat was... ik durf het bijna niet te zeggen. We hebben hem vanavond gelukkig ook niet gezien in die debat. Dat was die ratelband. Ja, ik begrijp niet dat die man nog zoveel aandacht heeft gekregen. Dat begrijp ik gewoon niet. Dat is helemaal niks. Je kan er ook geen fatsoenlijk telefoongesprek mee voeren. Nou ja, een wisselgesprek. Maar ja, je zet hem gewoon in de wacht. En eens in het uur even luisteren, dan leg je hem weer neer. Hoe komt het nou dat als zo'n man dan een eerste persconferentie geeft, dat er dan weer 60 journalisten klaarstaan met... Dat is toch onzin?
Ik bedoel, dat is mensen. Ik sta dit hier nu te doen, de verkiezingsconferentie. Maar maten we onszelf niet voor de gek houden. Politiek is heel erg saai. Daar is werkelijk zit geen geur of kleur aan. Dat, kijk, als je iets wil bereiken, een weg ergens neerleggen, dan moet je zeggen, ja, er staan huizen, die moeten dan weg, weet je wel. Ja, maar die zijn van iemand. Nou, het is ongelooflijk vervelend. Maar ja, die kranten en die televisie wil er iets over doen. Dus die zeggen dan, ja, hij zei dat, maar dat had hij niet mogen zeggen, want gisteren zei hij nog dat. En die gaat met zijn vrouw. En ze zeggen, maar het is gewoon niks. Eerlijk waar. Neem dat van mij aan. Het is een heel vervelend bedrijf. Saai, en dat moet ook zo blijven. Of vindt u het leuk als er onder zoveel tijd iemand neergelegd wordt op straat? Saai houden, die boel. Die NOS, de media, zwepen die zaak op. Ik zit een paar, denk 2,5 maand geleden, zit ik te kijken naar het 8-uur-journaal. 8-uur-journaal, Henny Stoel. Zat dat rode latex pakje aan. Oh, u kent het. Zo'n pakje waarvan je zegt, knappe verkoopster geweest. Onder Henny Stoel staat Hilversum. Of het mij iets interesseert waar zij zit. Wat mij betreft gaat ze op de Veluwe zitten. Rechts in beeld staat Charles Groenhuizen met eronder Washington. Die mensen staan waarschijnlijk in de studio hemelsbreed 6 meter uit elkaar. Maar de mensen willen belazerd worden. En Henny Stoel begint het gesprek, of tenminste het interview met... wat nou weer, Charles? En Charles zegt, ja, er gaat hier in Washington gaat een man tanken. Hij gaat naar een tankstation omdat de tank van zijn auto bijna leeg is. En ik laat het nu maar even gaan tanken. Voor ik straks met een lege tank sta en mijn auto helemaal terug moet duwen naar de tank om te gaan tanken. En terwijl hij zo staat te denken en te tanken, hoor je opeens bloed en de man valt dood neer. En de benzineslang gaat uit de tank en de bloed vermengt zich met de benzine. Je gaat me toch niet vertellen dat die man doodgeschoten is, Charles? Ja, Henny, hoe raak je het zo? Die man is doodgeschoten. En stond de schutter vlakbij, Charles? Nee, waarschijnlijk is hij van meer dan 200 meter neergeschoten. Wat bedoel je met waarschijnlijk, Charles? Nou, men weet nog niet van hoeveel meter hij is neer. Wordt het dan niet tijd om een onderzoek te gaan instellen, Charles? Ja, Henny, ga jij je nou niet met de gang van zaken bemoeien in Amerika? We blijven verbijsterd in de huiskamer achter. 2 dagen later, Henny Stoel, Hilversum, Charles Groenhuizen, Washington. Wat nou is, Charles? Ja, er staat hier in Washington een man te tanken. Je gaat me toch niet vertellen dat hij ook weer is doodgeschoten van 200 meter, Charles? Ja, hoe weet je dat, Henny? Nou, ik heb net naar het 6-uur-journaal zitten kijken en daar hadden ze het al. Weten ze inmiddels al wie het gedaan heeft? Nee, nee, Henny, maar de FBI heeft wel een onderzoek ingesteld. Ah, ze hebben dus toch naar mijn raad geluisterd daar in Amerika. Dankjewel, Charles. Dankjewel, Charles. Wij blijven verbijsterd achter in de huiskamer. Weer 3 dagen later. Wat nou weer, Charles? Ja, er staat hier in Washington een man te tanken. Goeie business, hè, tanken in Washington. Nou, dat was een goede business, hè? Want niemand durft meer te tanken in Washington. Iedereen gaat tanken in New York. Maar ja, als ze dan s'avonds weer terugkomen, dan is hun tank weer leeg. En dan moeten ze toch weer naar New York om te tanken, dus dat moeten ze dan toch in Washington doen. Enfin, ik chargeer de zaak nu even, maar er wordt een soort hitserige hetze opgevoerd. Mensen raken in paniek. Zelfs in dit land. Mijn moeder, 87 jaar. Die zit thuis, van, die kan er geen kant meer op. Dus die belt. Jongen, hoor je dat? Hoor je dat? Wat moet ik doen? Ik zeg, moeder, niet gaan tanken in Washington. En toen sprak mijn moeder, die spreekt dan de historische woorden. Ja, jongen, jij hebt makkelijk praten. Waar was u, dames en heren, toen Bonfire doodging? Ja, die is dood. Wist je het niet? Ja, maar dat bedoel ik nou met de media. Dat gaat zo snel. Je vergeet het, je weet het niet. Je hebt net even gezept en je hebt het hoofdnieuws. Bonfire is dood. Parkinson. Ja, ja, had al heel lang Parkinson. Ja, dat weet je toch al. In Atlanta kon je het al zien. Daar heeft hij toen nog extra punten voor gekregen. Ik dacht dat Ankie zo nerveus was, weet je, dat ze het hele paard in trilling bracht. Maar dat was niet zo, hoor. Nee, maar die Bonfire had Parkinson, die kon op het laatst niks meer. Nee, alleen nog liggen. Maar ja, daar win je geen prijzen meer mee.
Het is ook heel moeilijk op te zitten voor een Amazone. Ga maar eens op een liggend paard zitten. Ik bedoel, dan zit je zo. Dan wordt je hele been afgeklemd. Weet je, dan zit je zo. En probeer je hooghoed maar eens op te houden als je zo ligt. En toen moest die baard, maar dan heb je toch wel gevolgd dat die bonfire naar intensive care, dat heb je toch wel gevolgd. Ja, dan moest hij naar intensive care en dan ging Ankie bij hem zitten omdat ze bang was dat hij depressief zou worden. Ja, dat, ja, het aanleg voor depressiviteit, bonfire. Dat, ja, ja. Dat kwam omdat zij altijd bovenop hem zat, hè. Ja, ja, hij vond haar over het paard getild. En hij hield van Bach en zij van Rieu. Dat was het probleem. Hij moest op Rieu dansen. Nou, dat vond hij niet leuk als Bach liever. Nee, maar toen heb je toch dat hele gedoe gekregen dat hij daar dat intensive care blokkeerde. Dat weet je toch wel. Ja, maar ja, intensive care moet het van zijn doorstroming hebben. En Bonfire lacht dat maar. Dus op zeker moment hebben ze gezegd, nou ja, we moeten een oplossing. Hebben ze hem op de gang gezet. Oh, dat is me nog een rel geworden toen. André van Duin heeft er nog een protestsong over geschreven. En toen kreeg je die hele tijd met Bonfire weer op intensive care en er weer af. En dan ging je weer ergens een verjaardag vieren en dan weer terug. Nou, op een gegeven moment kon het niet meer. Kon het niet meer. En toen is die live afgemaakt in dierenmanieren. Dat heb je toch gezien? Martin Gauws heeft hem toen uit zijn lijden verlost. Ja. Ja. En toen kreeg je het 10-uur-journaal, weer Henny Stoel met Gerry Eickhoff in Nuenen. En vroeg Henny aan Gerry, staan er al mensen bij de manege? Dat kun je toch nog wel herinneren, die klassieke vraag. Staan er al mensen bij de manege? En er stond geen kip, hè? Wat altijd sneu is voor een dood paard. Nee, en toen hebben ze Bonfire hebben ze opgepaard. En toen, heel langzaam, kwam die stroom op gang van mensen die dan zo langs die baan liepen. Aanvankelijk mondjesmaat, maar toen men eenmaal in de gaten kreeg dat je wel eens in beeld zou kunnen komen, kwamen ze van heinde en verre aangelopen. En je zag mensen die gewoon weer achteraan sloten bij de wachtende. Ik heb mensen gezien, die kwamen zo langs gelopen. Waren al 6 keer voorbij gekomen. Thuis stond de videorecorder af. Ah, dat kun je toch wel herinneren. En toen kreeg je die schitterende crematie. Met die stoet die vertrok uit Nuenen en die toen helemaal naar het crematorium in Eindhoven. Dat kun je toch wel herinneren. Die koets die werd getrokken door 8 mannen. 8 mannen met oogkleppen, zo. 8 mannen met oogkleppen, kun je toch wel herinneren, zo. En langs de kant allemaal mensen met oogkleppen. En paarden. Paarden, werkpaarden. Raspaarden, springpaarden. Arabieren, maar ook veel Arabieren. Maar er stonden toch voornamelijk ezels langs de kant. En toen werd die kist dat vuur ingeschoven. Prachtig moment. Hij brandde schitterend. Bonfire. Nee, ik ben veel gebeld. Herbe belde ze net ook nog even. Oh, de LPF. Ik bedoel, Herbe, heeft u hem gezien in het debat? Ik bedoel, ze liepen er gewoon overheen. Ik dacht, hij heet niet voor niks Mat. Wat heeft hij nou voor inbreng gehad? Wie mij belde, dat was die Jansen van Rij van de LPF. Die gaat er nou uit. Die staat geloof ik 70ste op de lijst. Maar die zei tegen mij, je moet wel even die 21ste s'avonds zeggen dat die Volkert van de G het niet alleen heeft gedaan. Hij is het onderdeel van een complot. Ja. Hij zegt tegen mij, op het moment van de moord op Fortuin hebben ze aan de andere kant van Hilversum een vrouw hard weg zien lopen uit een banketbakkerij. Er zat een jurk aan van een bloemetjesmotief, van hetzelfde als een overhemd wat 3 weken daarvoor was gevonden in een juniorsuite van het Van der Valk Curaçao door een kamermeisje wier broer 8 dagen eerder op Schiphol wegens vermeend bolletjeslikken was gearresteerd nadat hij onder bedreiging had gestaan van een pistool van het kaliber Osama Bin Laden. En hierop voelde het Van der Valk concern zich geroepen zich van deze hele zaak te distancieren. En dat was verdacht, want niemand had ernaar gevraagd. En toen dacht ome Gerrit, laat ik ook een duit in het zakje doen. En die zei toen dat destijds bij de ontvoering van tante Toos een hoofddoekje was gevonden van hetzelfde motief als de dader. En dat was opmerkelijk, want Jorge Sorgieta was nog nooit eerder op Curaçao geweest. En had ook nooit eerder met Karamans en Mladic gesproken.
En dat terwijl hij nooit heeft willen ontkennen dat hij destijds in 1998 betrokken is geweest bij een bouwproject in Marbella, waarvan de ondertekening van de contracten zou plaatsvinden vlak voor een concert van André Hazes in de plaatselijke arena. Met geld dat doorgesluist was door Onno Ruding en wat eigenlijk bestemd was voor foster parents kinderen in Mexico City, maar waar via Ter des Om en SOS Kinderdorpen terecht was gekomen op de rekening van Paul van Vliet in Bangladesh. En nou komt het. Op de achterbank van de auto van de verdachte, een rode Toyota van het merk Mitsubishi, die gebouwd is op het chassis van een Bentley, is een rookworst gevonden van het merk waar Winnie de Jong zo dol op was. Dus het kon niet anders dan dat Volkert van de G gechanteerd is door de hormonenmafia. Die banden onderhield met Cor Eberhard. Het zullen dan wel videobanden geweest zijn. En hierdoor werd opeens expliciet dat het niets meer was dan een hele misselijkmakende machtsstrijd tussen de vastgoedjongens onder leiding van Ed Maas tegenover de Wegener-kliek onder leiding van Herman Heinsbroek. Waardoor Jan de Bouvry met twee door hem ontworpen kantoorinterieurs in zijn maag kwam te zitten. Terwijl op dit moment de wachttijd voor maagdarmoperaties meer dan een half jaar is. Geef het maar even door zoals u het gehoord hebt. En hij eindigde met het spreekwoord dat je geen de kok met COCK hoeft te heten om te weten dat het Piet Reumer is. ik ben gebeld. Wie heeft me nog meer gebeld? Dat zei ik al. Wouter Bos heeft me gebeld. Hè, die zei, wat moet ik doen? Wie moet ik kiezen? Ik zeg, ja, wie denk jij dat de beste burgemeester van Amsterdam is? Heb ik meteen tegen hem gezegd. En ik had Jeltje, denk ik. Denk je... Herbe zei het vanavond al, Jeltje wordt het. Ik vond Jeltje ook wel goed voor de Kamer. Zij wou de Kamer onthanen, hè? Ja, zij wou de Tweede Kamer. Zij wou zalmen onthanen. Ja, dat is iets tussen de genetische manipulatie en klonen in. Ik weet niet precies hoe je dat aanpakt. Zalmen uit de balkenende wou ze onthanen. Nou, ik denk niet dat die onthaand hoeft te worden. Ja, als er één kapoen door de Kamer kakelt, dan is balkenende het wel. Ik bedoel, Bonhof mag dan een kip zonder kop zijn. Balkenende is een haas zonder kloot, als je het mij vraagt. Heb je hem gezien met die twee meiden? Met die twee hadden het er ook nog weer even over. Dat de lijsttrekkers, maar met die Britgit en Katja zat hij dan in een torentje. En die meiden die worden voor de uitzending worden die helemaal zo opgewonden. Weet je wel. Toen worden die tepels die worden helemaal aangedraaid. Dus die komen dan zo dat torentje komen die zo binnen. Die balkende, weet je wel, die weet niet, maar die was zo overroeld. Die zegt, dames, willen jullie suiker in je decolleté? Zo begon. Ik zei in een van de eerste telefoontjes tegen Wouter. Wouter, hoe ga je het aanpakken? Toen zei hij de historische woorden. Ik ga de kiezer serieus nemen. Ik zei meteen, niet doen, Wouter, niet doen. Basisfout van de politici. Wat zijn dat nou voor opmerkingen? Balkenende zei ook, we gaan naar de kiezer luisteren. We gaan naar de kiezer luisteren. Wat denk je te horen? Wat? Wat zijn mijn buren klootzakken? Ik zeg niet dat alle buren klootzakken zijn. Ik kijk wel uit. Ik ben zelf ook buren. Maar mijn buren zijn wel klootzakken. Mijn buren zijn Marokkanen. Eigenlijk zijn het Turken, maar om reden van privacy heb ik er Marokkanen van gemaakt. Ik zeg niet dat alle Marokkanen klootzakken zijn, want niet alle Marokkanen zijn mijn buren. Al scheelt het niet veel. Ik denk wel eens, zouden er in Marokko nog wel Marokkanen wonen? Ja, een paar duizend die van onze kinderbijslag leven. Ik zeg ook niet dat alle Marokkanen klootzakken zijn. Je hebt ook leuke Marokkanen. Een vriend van mij ging vorig jaar naar carnaval verkleed als Marokkaan. Dat was heel leuk. Ik sta voor de Koentunnel in de file, volgens mijn autoradio. Drie kwartier later zegt een politicus dat we het fileprobleem bij de kern aan moeten pakken. Twee uur later passeer ik de kern van het fileprobleem. Een Marokkaan met motorpech.
Ik zeg ook niet dat alleen Marokkanen klootzakken zijn. Antillianen zijn waarschijnlijk net zulke klootzakken. Maar zolang het niet mijn buren zijn, geef ik ze het voordeel van de twijfel. Je moet wel zuiver blijven denken, vind ik. Je hoort bijvoorbeeld vaak zeggen, God is goed en de duivel is slecht. Ik zou dat niet zo zwart-wit willen stellen. Zeker, God heeft zijn goede kantjes. Maar je hebt ook trekjes waarvan je zegt, moet dat nou? Zoals bijvoorbeeld die pedofilie. Al noemen katholieken dat geflikflooi van priesters met kleine kinderen liever misbruik, om het nog een liturgisch tintje te geven. Of citeren ze het Bijbelwoord waarin Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert mij niet. Waarom zijn mijn buren klootzakken? Omdat het bloed van hun offerdieren aan de klep van mijn brievenbus zit. Omdat hun kankermuziek harder staat dan mijn kankermuziek. Omdat ik ze niet versta als ze mij niet groeten. Omdat mijn buurman homo's viezerikken vindt. Ik ook. Maar er zijn maar er waren uitzonderingen. Omdat mijn buurman zijn vrouw uit religieuze overtuiging slaat. Dat mag. Maar als ik zijn vrouw uit politieke overtuiging sla, ben ik een racist. En ik vraag u, wat is een multiculturele samenleving zonder racist? Hier wou ik het voorlopig even belaten, maar het is goed dat dit soort dingen eens een keer gezegd wordt. Nee, maar ik heb me werkelijk onveilig gevoeld. Ik heb al 8 maanden bewaking. Ach, je ziet niemand, maar dan komt ik bewaak mezelf. Ja, ik had een ongelofelijke bewaker, een mietje, veganist. Iemand die geen vlieg kwaad doet, zou ik maar zeggen. Geen vlieg, nee. En die zegt tegen mij, je kan in dit land kan je zomaar een klap voor je kop krijgen. Ik zei, nou, je moet toch op zijn minst iets gedaan hebben. Je kan in dit land, hier nu, in Nederland anno 2002, kan je zomaar een klap voor je kop krijgen. Ik zei, nou, je moet toch echt op zijn minst wel iets. Geeft hij me een klap voor mijn kop? Ik zei, ik heb niks gedaan. Hij zegt, zie je wel dat ik gelijk heb? Nou, ik heb hem meteen uitgeflikkerd en ik heb mijn eigen bewaking op me genomen. En ik moet u zeggen dat zes... Ja, hij is nog leeg. Ik heb met Ad Melkert afgesproken dat als hij naar Washington gaat, dan krijg ik zijn zweepje. Krijg ik zijn revolver. En wat betreft de munitie is het een kwestie van bij de post gaan zitten en rustig afwachten wat er komt. Dames en heren, we moeten in verband met mijn veiligheid moet ik even met u door een paar vervelende vragen. Maar als we allemaal even meewerken, zijn we er zo doorheen. Kan Zalig even aan. Zal ik even mijn beveiligingscamera erbij halen. Kom maar even al die mensen, neem maar even al die mensen in één klap zo op. Blijven zitten, meneer. Oh. Ja, heb je weer iemand die is vreemd gegaan, die zit naast een andere vriendin. En zijn vrouw zit thuis en zegt, wat graag hebben we nou, wat jullie taak dan? Oké, we gaan even vragen. Eerste vraag is, zitten er hoger opgeleiden in de zaal? Kan ik me nauwelijks voorstellen. Laat ik even anders beginnen. Ik zie een zekere terughoudendheid. Steek even uw hand op. Wie van u is bang om zijn hand op te steken? Daar kan het niet aan liggen. Oké, volgende vraag. Wie van u is pro-Israël? Nou, we zitten lekker met antisemieten onder elkaar hier vanavond. Dat zal mevrouw Duisenberg goed doen. Dan gaan we naar de volgende vraag. Zitten er illegalen in de zaal? Laat ik het anders zeggen, zit er naast u iemand waarvan je denkt, hey, die heb ik nog nooit eerder in Amsterdam Zuidoost gezien. Ook geen illegale, we gaan het even vlot afwerken hoor. Allochtonen, zitten er allochtonen in de zaal? Nee, het helpt wel als je zegt dat het vol is, zie je dat? Oké. Nou, dan moet ik nog even, u heeft het net ook bij de debatten gezien, de CDA staat erop. Ik moet even preventief fouilleren. Ja, ik weet het, het CDA wil ook nog dat diefstal onmiddellijk beboet kan worden. Heeft u dat proefballonnetje gehoord? Ja, hoe wil je dat doen in een zelfbedieningszaak? Want ik loop ook wel eens zo, dan pak ik een bel en meteen, hey! Ja, hoe je dat nou weer moet controleren, dat weet ik ook niet. Oké, ik moet even preventief fouilleren. Meneer, komt u even uit de rij, alstublieft. Gaat u even staan, doet u even uw arm omhoog. Even uw arm omhoog, even benen iets uit elkaar, alstublieft. De benen iets uit elkaar. Oh,
Amsterdam, 21 januari 2003. Ongelooflijk. Mevrouw, komt u er ook even uit, alstublieft. We doen even een representatieve streep. Gaat u maar weer zitten, meneer. Ik ben erg blij met u, dank u wel. Doet u ook even uw arm omhoog? Je lijkt op Femke Halsema, weet je dat? Oké, dank u wel. Is dit horloge voor jou? Ruim een jaar geleden, dames en heren, gaat bij mij thuis de bel. Ik had tegen mijn buurman gezegd, laat dat ventje nou gewoon eens langskomen. Dan kan hij een keer mijn auto wassen en dan pak ik hem wel even aan. De bel gaat, ik doe open. Buurjongetje, 11 jaar, briezertje in de hand. Ik zeg, kom jij doen. Ik gestuurd zijn door mijn vader. Ik zeg, waarom praat je niet normaal? Ik niet op wil vallen in klas. Ja, mijn handen begonnen te jeuken, hoor. Er kwamen allerlei oude katholieke gevoelens bij me naar boven. Stond een hark tegen de muur geleund. Ik had zin om die een halve meter in zijn togens te steken. En dan even lekker de oprijlaan met hem aan te hakken. Ik zeg, kom je doen? Hij zegt, auto was. Ik zeg, ga maar dat kosten. Hij zegt, 32 euro. Ik zeg, pardon? Hij zegt, de euro is 2,22. Ja, dat weet ik, snotneus. De kraan zit aan de buitenkant van het huis. Staat een emmer bij met de spons en een zeemeer. Je gaat je hangen maar. Hij zegt, heeft u een voorschot van 12 euro? Ik geef dat ventje 12 euro. Ik ga naar binnen. Ik denk dat hij me toch eens even kijken wat hij aan het uitvreten is. En ik kom buiten. Hij zit op de zwerfkei voor de oprijlaan. Telefoneren, briesertje erbij, sigaretje. Ik zeg, nou al klaar. Wijst hij zo met zijn duim naar achteren. Staat er een allochtoontje van een jaar of 16. Staat daar zo mijn auto op stop. Ik zeg, wat krijgen we nou? Ik zeg, ja, die deed het voor 12 euro. Wil ik s'avonds wegrijden, is mijn autoradio gestolen. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik dus met dat ritje wat ik u net heb laten zien. Ik bel aan bij de buren. Zijn zus huurt het open, meisje van 6 jaar. Breezer light in de hand. Ik zeg, is Bacardi thuis? En ik zie hem staan, halverwege de gang. En ik rijd naar hem toe en ik grijp hem bij zijn strot. Ik zeg, waar is mijn autoradio? En hij zegt, je reed het best, hij zegt. Ik wist dat ik die Yusuf niet kon vertrouwen. Nou, er komt bij mij, er komt iets boven. Ik begin te knijpen. Komt die vader, huisvredebreuk. Privacy en die hele fortuinreutel komt eruit. En ik zeg, die fortuin die denkt dat de Tweede Kamer een dark room is waar je op je gevoel een heel eind kan komen. Ik zeg, wie er nog voor zijn dood heilig verklaard wordt, zal nog voor zijn hemelvaart gekruisigd worden. Ja, de sfeer in de buurt was te snij. Ik was werkelijk... Ik denk, nou, nu zou je hem ook hebben. Ik denk, ik ga dat naar dat asielzoekerscentrum. Ik wil gewoon van de Yusuf weten of hij dat gedaan heeft. Zo'n oude kazerne met zo'n exercitiedrein, met zo'n slagboom en zo'n hokje. En ik zie hem nog aankomen lopen. Oh, wat een mooie jongen. Wat een atleet. 16 jaar. Schitterend. Senegalees. Vader vermoord door het regime. Moeder. Verkracht en vermoord door het regime. Hele familie. Uitgemoord. Achteraf hoorde ik dat dat allemaal gelogen was, maar... Oké, dat zet zich toch ergens in je vast. Hè? In ieder geval zodanig dat je niet meteen zegt, heb jij mijn autoradio gestolen? Dat durf je dan gewoon niet meer. Ik zeg, wat wil je het liefste? Toen zei hij dood. En ik kon nergens een argument vinden om te zeggen, nou... Kop op, ik dacht, nee, dat is het beste voor alle partijen. Dacht ik echt waar. Ja, dan ben je dan 58. Ik schaam je niet, zei ik tegen mezelf. En toen denk ik, wat heb ik die jongen te bieden? Want ja, ik stond opeens met hem in een persoonlijke relatie. Daarom adviseer ik u ook mensen, ga nooit direct contact zoeken met asielzoekers. Ik bedoel, je bent ten dode opgeschreven. Zorg dat het nummers blijven, getallen, dan kun je er wat mee. Bij het jeugdjournaal hadden ze ook zo'n jongetje hadden ze opgetroffen. En je zag toch bij Balkende er meteen barsjes in de overtuiging komen dat ventje terug naar Iran moest, waar zijn vader meteen in de gevangenis ging. Als je goed opgelet. Ik denk, die jongen die heeft twee kansen. Die Yusuf. Of de prostitutie. Of de criminaliteit. Wat is zijn achtergrond? Hoe kunnen we bijbrengen in wat voor soort land wij leven? Hoe moet je aanpakken? Is die stoel van iemand?
Nou, dan is hij van mij. Nou ja, ik geef dat voorbeeld om even aan te geven hoe wij rijk zijn geworden. Dat zei ik ook tegen Yusuf. Hè. We zijn met onze VOC-schuitjes zijn wij dan naar de oost gegaan. En dan hadden we land in zicht en dan riepen wij zo naar de kust. Is dit land van iemand? Nee. In onze eigen taal natuurlijk, want we wilden geen vervelende antwoorden terug. Dat begrijp je wel. En als dan iemand riep, dat is van ons. Dat is van ons. En dan roofden we dat leger. Zo zijn we rijk geworden. En toen we rijk waren, kregen we behoefte aan waarde en normen. Zo gaat het. Als je rijk bent, dan wil je opeens je bezit consolideren. Dat gaat door middel van waarde en normen. Hè? Dus dan heb je mooie spullen, mooie stoel. Dus dan ben je wat je noemt de zittende klasse. En ik zeg steeds wij, maar dat was natuurlijk in die tijd was dat de elite, de patriciërs, de grachtengordel. Dat waren ze. En de massa zei, ja, maar wij willen ook wel eens zitten. En dan zeiden die patriciërs, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat zou een mooie boel worden als iedereen ging zitten. En toen kreeg je de verlichting. Hè? Je kreeg het bewustzijn van de burger, het socialisme. En toen was er opeens een timmerman die zei, als we een paar bossen omhakken en we maken zelfbouwpakketten, dan kan iedereen zitten. En eigenlijk zijn we nou zover. Hè? Er zijn al wel mensen die op krukjes zitten, maar we zijn allemaal in dit land de zittende klasse. We hebben meer rechten dan plichten. En dat betekent dat je elite bent. En net op het moment dat, want je hoort ook weer de discussie van norm en waarde komen op. En net op het moment dat we even lekker onderuit willen zakken, staat er opeens een asielzoekertje in onze nek te hijgen die zegt dat hij ook wil zitten. Ja, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Het zou een mooie boel worden als iedereen een beetje ging zitten. En dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo mooi voor Yusuf. Toen zei hij tegen mij, eigenlijk is er behoefte aan een nieuwe verlichting, zei hij. Dat vond ik zo mooi. Zo knap ook, dat hij dat meteen doorgrondde. En toen kregen we het over de slavernij. Ik vond dat ik erover moest beginnen, over het slavernijmonument. Het slavernijmonument, ja. Dat bestaat. Ja, ergens in een achteraf parkje in Amsterdam. Nou, niet te opvallend. Nou, dat je er niet de hele tijd langs rijdt, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, 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 stom, hadden we niet moeten doen, maar ja, is gebeurd. Beetje weggestoken, beetje klein, zo achter die struikjes, zo. Nee, niet zo groot. Niet zo groot dat je elke keer denkt, nou, zo erg was het ook weer niet. Ik weet niet of u nog de onthulling van het slavernijmonument, dat was onthullend. Kinderen van de slaven, die waren achter de dranghekken geknuppeld. En de kinderen van de slavendrijvers, die zaten op mooie stoelen vooraan. Koningin in het midden. Ja, de Oranjes zijn schatrijk geworden van de slavenhandel, hè. Ja, daarom moest Klaus ook steeds naar die ontwikkelingslanden zijn excuses aanbieden. Weet je wel. Ja, vind ik altijd weer zo mooi als de koningin begint over verloedering. Weet je wel, dan denk ik, ja, je hebt me vorig jaar zelf nog in huis gehaald. Ja. Ik vind, nou ja, nee, de koningin is echt de laatste in dit land die over verloedering echt waar mag beginnen, hoor. Ik heb het over andere dingen. Ik bedoel, over de gezelligheid. En, maar niet over verloedering. Ik bedoel, haar zoon die liep dus de afgelopen maand met zijn vrouw in het geboorteland van haar. Was hij bij het tweede huis van zijn schoonvader. In Kortenbroek, tweede huis van zijn schoonvader. De Argentijnen die kruipen op het ogenblik over het wegdek om nog wat eetbaars tussen de asfalt weg te schrapen. En onze kroonprins gaat daar met zijn ega een beetje patsen bij het tweede huis. En zij deelt leren jassen uit aan hun vriendinnen omdat de plaatselijke munt zo goedkoop is. Ik bedoel, wij hebben geleerd noblesse oblige. En dat meisje moet nog leren dat patsersgedrag à la Herman Heinsbroek daar niet in thuis hoort. Misschien is het eens tijd voor een flinke inburgeringscursus. En nou, u hoeft het niet te bevestigen, daar gaat het helemaal niet om. Als het maar weer eens even gezegd is. Mijn moeder zit nu thuis, had dat nou niet gedaan? Ja, dat is jammer, mijn moeder moet er even uit. En toen begon die jongen tegen mij. En wanneer is die slavernij dan afgeschaft? Ik zeg 140 jaar geleden. 140, moet je voorstellen. Toen dacht ik over 140 jaar. Ik denk niet meer dat wij hier de dienst uitmaken, hoor. En dan reken ik die 8 allochtonen even niet mee die in de zaal zitten. Wat uit onderzoek is gebleken. 10 zijn het er, geloof ik. Die reken ik even niet mee. Maar ik denk dat wij blanken over 140 jaar hier de dienst niet meer uitmaken in dit land. Ik denk dat wij met ons getreiter net even te ver gaan. Ik denk dat wij met onze high-tech wapens niet opgewassen zijn tegen dat mes dat ons op de keel gezet zal worden. En die strotten die worden er gewoon afgesneden. En dat zal een daad zijn waarvan Greta Duisenberg zegt, ik keur het niet goed, maar ik kan het wel begrijpen. Ja.
Zou de nieuwe machthebber, zou die dan ook al het lef hebben om voor ons een standbeeld neer te zetten voor de huidige morele staat waarin de Nederlander verkeert. He, voor die ranzige rouwlust. En die vrijblijvende vrijheid van het keuzemenu. Die hang naar veiligheid. Die zucht naar zorg. Die frivole fraudeerdrift. Dat voor de zekerheid geloven in God. Dat diepe respect voor de advocaat van de maffia en die heldhaftigheid ten aanzien van de bolletjes slikker. En vooral die hysterische hunkering naar het soort gezelligheid wat we 30 jaar geleden met veel aplomb het huis uitgetrapt hebben. Zou men daar een... Het is er eigenlijk al. Er is in dit land al een vignet, een logo voor dit onbedaarlijke kleinburgerlijke gedrag van ons. Al overal langs de weg vind je al markeerpunten, vluchtheuvels, waarvan de Nederlandse man het gevoel heeft, dat is een plek waar ik altijd veilig met vrouw en kinderen naartoe kan. En ik denk, ik wil die jongen toch ook nog iets moois van ons land laten zien. Ik ben met hem naar het Deltaplan gegaan, want dat is toch iets groots. Het is over een paar weken, 50 jaar geleden van die verschrikkelijke ramp, 1837 mensen verdronken. En toen hebben wij als land, en we waren beslist niet rijk, hebben we gezegd, dat nooit weer. En toen hebben we een Deltaplan opgesteld, dat had economisch geen enkele betekenis. Want we hebben de mosselteelt en de oesterteelt om zeep geholpen. Maar we vonden het als volk nodig om dat als een monument neer te zetten voor die slachtoffers. Het was de laatste natuurramp. Daarna zijn alle calamiteiten de schuld van de overheid, zoals u weet. Toen zijn we nog een ijsje gaan eten bij de vestiging in Tiel. Ik had mijn auto in Kerk-Avezaad neergezet. En ik zie die jongen, had drie smaken, zat hij zo aan zijn bolletje. En want het bestek, daar kon hij niet mee omgaan. En toen zag ik die mensen op dat terras, zag ik kijken en denken, geboren bolletjeslikkers. 7 mei 2002 gaat bij mij thuis de bel. Ik doe open, daar staat die buurjongen weer. Briesertje in zijn hand. Kijkt mij vernietigend aan en zegt, hebben jullie nou je zin? Proost. Ik was echt even van mijn apropos. Dat heb ik u al eerder geschetst. En ik herpakte mezelf en zeg, wie bedoel je met jullie? Nou zitten die aftansa linkse regentenkliek die elkaar baantjes toeschuift, afdekt in rapportjes, die de toon zet in de media en die de subsidies bepaalt in de theaters. Ik zei, nou, die zin die kwam me behoorlijk vlot uit. Zeker een paar dagen niet in de school geweest. Ja, ik was kwaad. Ik was geïrriteerd. En ik weet niet precies hoe het kwam. Ik deed wat ik in die gang had willen doen. Ik vergreep me aan dat kind. Ik had mezelf er niet toe in staat geacht. Een dag later gaat de telefoon. Spong. Of Hammerstein. Een van de twee. Wat heb je precies gedaan? Ik zal je precies vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb tegen dat ventje gezegd. Hier die briezer. Halve slag draaien. Broek naar beneden. Onderbroek naar beneden. Bukken. Ik heb het flesje tot voorbij. De hals is het togens gestoken. Ik heb gezegd broek omhoog. Ik heb een enorme trap voor zijn reet gegeven. Hoor ik aan die andere kant van de telefoon hitsig geheig. Ja. Hoor ik die Spong? Ga door! Of Hammerstein, één van de twee. Samen, dat zou ook nog wel kunnen. Het was een rare tijd. We waren verslag. Ik zei dingen die... Je kon die fortuin niet aanpakken. Er zaten geen handvatten aan. Handvatten, dank u wel. Er zaten geen handvatten aan. Dat was toen niet eenmaal in die kist, lag wel anders. Ja, waarom zegt de mens dat soort dingen? Waarom? Wil je ermee profileren? Ik heb er spijt van gehad, want ik kreeg een hate mail. Oeh, wat mensen durven te schrijven wil je niet weten. U wel. Nou, ze zei ze moeten je in een ton stoppen met spijkers aan de binnenkant en naar de Efteling rollen. Nou, dat klinkt niet erg, maar als je weet wat voor een pesthekel ik aan de Efteling heb, dan is het heel erg. Ik denk, ik moet me eruit redden. Ik moet voor de radio een verklaring afleggen. Want ik voelde me bedreigd. Het gaat niet eens zozeer om mij, maar het gaat vooral om mijn gezin. Ja. Ik vind het niet zo erg als ik er niet meer ben. En ik was op Radio 1 en ik weet nog wel, ik had een praatje gehouden. En daarna, het was moederdag, tweede zondag in mei. Ik denk, ik ga nog even naar mijn moeder.
Dat was, ben ik elk jaar gewend en ik denk, neem een bloemetje voor hem mee. Maar ik was vergeten. Ik had niet kunnen kopen. En als je dan dat mediapark in die tijd uitreed, dan had je daar die dumplaat van het gezoendes volks en vinden, zal ik maar zeggen. Er werden in Duitsland al busreizen georganiseerd van mensen die dan bloemen uit Holland, die daar dan zo langs gingen. En ik liep een raampje naar beneden zuizen en zeg, jongens, even in de geest van de overleden, boeketje voor mijn moeder. En ze vond het fantastisch. Ze had nog een kaartje in ook. Ze zei, wat bedoel je eigenlijk met Melkert Moordenaar? Wat zegt u? Dat je in dit land niet meer kunt zeggen wat je wilt. Ja, dat zei u net ook al, maar wat bedoelt u daarmee? Dat je in dit land niet meer kunt zeggen wat je wilt. Ja, ik hoor u, maar zou u dat misschien wat nader kunnen preciseren, wat nuanceren wellicht? Ik laat me echt niet in de war maken door moeilijke woorden. Je kunt in dit land niet meer zeggen wat je wilt. Ja, het is heel fijn dat u dat consistent blijft beweren, maar kunt u precies vertellen, wat wilt u zeggen? Dat je in dit land niet meer kunt zeggen wat je wilt. Ja, dat weten we nou zo langzamerhand van, maar hou nou eindelijk eens een keer je kop. Zie je wel dat je in dit land niet meer kan zeggen wat je wilt? Je krijgt de formatie, u kunt het zich herinneren. Midden in de formatie gaat bij mij thuis de bel. Mijn buurjongen met zijn briezen zegt, heb je zin om minister van Economische Zaken te worden? Ik zeg, ga jij erover? Ja, hij zegt, ik hoor ze in de keuken praten. Het moet maar eens afgelopen zijn met die achterkamertjespolitiek. Ik zeg, is het niks voor je vader? Nee, die heeft het veel te druk. Veel te druk. En toen kregen we het over Herbe. En dat vind ik toch wel leuk nog even naar die beelden te kijken van Herbe hier aan het strand in, hier, in eventjes op 1 januari. Weet je wat, met dat shirtje aan. Ik heb lef. Dat je zegt, ik heb lef. Nou, je moet al lef hebben om zo'n shirtje aan te trekken. Hier staat hij te trappelen, zie je? Hier staat hij te trappelen. En hij komt eraan. Hij komt er, ik weet zeker dat hij staat te trappelen. En hij komt eraan. Hij komt er nu aan. Er zit iemand heel erg te zoeken naar dat beeld, maar die... Ik weet zeker dat hij het binnenkort gevonden heeft. Dat komt eraan. Hij zit nu nog even. Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Waar is nou dat fragment? We hadden namelijk afgesproken. Nu komt het. Maar ja, dan ben je over. Ja, daar staat hij. Hier heb je. Mat. Kijk, hij heeft er zin. En daar gaat hij. En dan zie je, iedereen loopt naar dat. Iedereen loopt naar de zee. Iedereen loopt naar de zee. Iedereen naar de zee. En Mat Herbe. Zie je, ja, die loopt tegen die stroom in. En die gaat naar de ertessoep. Hier. Salm staat ertessoep te scheppen. Nou, dan is de crisis in aantocht hoor. Als de VVD soep verstrekt, is de crisis in aantocht hier. De hemelworst is er door Jan Marijnis uitgehaald, volgens mij. En toen kregen die hele formatie, dames en heren, de hele formatie. En ik zal u die besparen, ik bedoel, want zo leuk. Of ik bedoel, de formatie, de hele kabinetsperiode, Balkenende. Nou, de hele kabinetsperiode. Hij heeft 87 dagen geduurd, ik zal u het besparen. Ik bedoel, want zo leuk als het geweest is, kan ik het in elk geval vanavond niet maken. En de bel gaat weer. En tot mijn verbijstering staan daar mijn buurjongetje en Yusuf voor de deur. Met mijn autoradio. Met mijn autoradio zo in de hand. En ik zie, er is iets aan mijn buurjongen veranderd. Hij heeft een koker onder zijn arm. Ik zie dat er... Ik zeg, jij bent van de drank af. Hij zegt, ja, ik ben een nieuw leven begonnen. Hij zegt, ik wil u graag deze koker geven. Er zit een poster in. Zou u die voor mijn vader ervoor in de tuin van u op willen hangen? En dat is een poster van de SP. Ik zeg, wat is het nou? Ja, mijn vader ziet wel iets in die ideeën van Marijnis. Hij zegt, wat gaat u eigenlijk stemmen? Ik zeg, nou, zo net wist ik het nog zeker. Maar na die plotselinge ommezwaai van je vader, ga ik er toch nog weer eens even over nadenken.
Met u ondervraagd, dames en heren. We gaan even de onderzoeken doen. We hebben vanavond in samenwerking met de stemwijzer, hebben we eventjes gekeken naar, eerst naar de samenstelling van het publiek. Mag ik even hier de samenstelling van het publiek? Autochtoon 99,17, allochtoon 0,5, illegaal 0,05. Weet het niet, interessante groep. 0,17, nog niet binnen, 0,11, alweer weg, 0,5. Oh ja, dat klopt, ik heb één keer gevloekt. Dus 0,5% van de fundamentele christenen zijn alweer de zaal uit. Totaal 1526. Oké, gaan we even kijken hoe de autochtonen zijn samengesteld. De autochtonen die komen uit de Randstad, 61%, Twente 2%, Friesland 5%, rest van Nederland 2%, daklozen 4%, weet niet 26%, overige 0%. Gaan we even kijken hoe de allochtonen zijn onder te verdelen. Allochtonen, hier gaan we naar de allochtonen. Zuid-Amerika 2, Afrika 2, Azië 3, België 1. Totaal 10. Dat is volgens mij, moet dat 8 zijn. Dus dan zal die Belg zich wel verteld hebben. Oké, we hebben in samenwerking met de stemwijzer hebben we uw politieke voorkeur getest bij binnenkomst. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want het is een representatieve steekproef. Daar is het volgende uitgekomen. CDA 3%, LPF 4, VVD 6, Partij van de Arbeid 24, GroenLinks 6, SP 24, ChristenUnie 6, SGP 0,5. Daar heb je ze. Die zijn weggelopen. Zweven 12,5. Overige 10%, totaal 106%. Dan ben ik benieuwd, die 6% die gelogen heeft, hoe die onder te verdelen is. 6% niet naar waarheid ingevuld, waarvan SGP 0,5, CDA, LPF 96,8. Oké, dan krijgen we het volgende. Dan ga ik u even een paar vragen voorleggen. En dan gaan we nog eens kijken hoe u stemt. Want we hebben namelijk in de zitting van uw stoel hebben we een gatzometer ingebouwd. En uw beelddruk bepaalt uw politieke voorkeur. Even de volgende punten. Wie van u is VVD? Definitie van VVD'er. Een egoïst die ervan uitgaat dat alle andere mensen ook egoïsten zijn. Hij zegt over een dakloze, dat is iemand die slecht voor zichzelf zorgt. VVD-standpunt. P van de A, een egoïst die erop vertrouwt dat hij via die Beckman Stichting het begrip egoïsme een sociale context kan geven. P van de A gaat speciaal naar de slijter om een dakloze krant te kunnen kopen. CDA is een christen-egoïst die wil op zondag nog wel eens een dakloze krant ruilen tegen een gezangenboek. SP is een egoïst die het niet kan hebben dat andere mensen egoïsten zijn. Hij verkoopt de dakloze krant. En geeft de daklozen geen geld, maar een stuk Hema-worst. GroenLinks is een egoïst met een tuin. Die gebruikt de dakloze krant voor de kattenbak. ChristenUnie zegt, de mens is een egoïst, want God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. En wie de hemel boven zijn hoofd heeft, is geen dakloze. SGP'er is een egoïst met een vrouw. En zijn definitie van een dakloze is een vrouw zonder keuken. Als u denkt, waar gaat dit allemaal over, dan bent u van de LPF. Oké, dan gaan we kijken wat dit tot gevolg heeft voor u. Wat zegt u? D66 vergeten. Oh. Nou, dan moet u straks na de uitzending maar even naar de sterreclame kijken. Oh. Oké, dan gaan we eens even kijken wat deze mededelingen voor invloed hebben op uw stemgedrag. We gaan even kijken hoe de stemming in de zaal nu is. Wilt u wel stil gaan zitten, dames en heren? Anders. Hier, 16-20% zit helemaal niet. Zie je, dat zijn de zwevende kiezers. Die moeten gewoon gaan zitten. Oké, dan gaan we nu naar uw voorkeur voor de minister-president in de hal. Door de stemwijzer is die tot stand gekomen. De peiling minister-president van Nederland moet worden. Heer B. van der Vliet, 0,5, dat klopt. Pim Fortuyn, 1,5. Ik weet niet welke sectariërs er in de zaal zitten.
Hans Wiegel 2%, Verfappen tegen Balkenende 7, Mat Hebben 8, Marijnissen 21%, Wouter Bos, ja, die daar toch, Guus Hiddink 25%, weet niet 3%, geen mening 2, overigen 5%. Dan gaan we even, dames en heren, met u gaan we even kijken hoe de keuze van de PvdA tot stand gekomen is na zijn minister-presidentskandidaat. De PvdA heeft de minister-president op de volgende manier gekozen. De peiling nu. Wie wordt de nieuwe minister-president van Nederland? Oké, gaan we even kijken. Dan krijgen we hier de nieuwe minister-president van Nederland. Even wachten tot u helemaal gezeten bent. Hier staat hij zelf. Pim Fortuyn, heer van de Vlies. Ja, is natuurlijk naar nul. Fortuyn, Hans Wiegel, 10. Zijn er meer bij? Wat hè? Jan Marijnissen, die stond volgens mij. Cohen, 12. Marijnissen is terug van 21. Ben ik toch even benieuwd waar de kiezers van Marijnissen naartoe zijn. De kiezers van Marijnissen die zijn naar SGP, VVD, CDA 1, ChristenUnie, PvdA, HEMA 40%. Oké, dan gaan we tot slot. Waar staat Jan-Peter Balkenende voor? Waar staat Jan-Peter Balkenende voor? Voor Normen en Waarden, 9 geboden, Katja Britt, een onmogelijke opgave. Weet niet. Weet niet. De rest weet het niet. Oké. Dan nu, dames en heren, de slotpeiling. Dat is de allerlaatste peiling voor de verkiezingen. Morgen is het de 22e, dan kan het niet meer. We gaan aanvragen contact met Bureau Interview. We gaan contact zoeken met Intomart. We zoeken contact met Maurice de Hond, wafwaf.nl. En we krijgen dan de volgende stemming. De volgende stemming. Blijft u stilzitten in het land. Kijk uit, doe niks. Oké. Zwevende kiezers, opgelet. Ik ga het nog één keer uitleggen. Ik ben hier niet gekomen om de lof van Paars te zingen, om de zalm normen en waarden psalm te galmen, of te balken over een gebrek aan maatschappelijk inzicht van het monsterverbond tussen Partij van de Arbeid en VVD. Ook zal ik hier vanavond niet roemen de integriteit van onze vorige minister-president, want de tijd gaat zo snel dat het woord al cliché is geworden voordat de inkt de pen verlaten heeft. Ook sta ik hier niet vanavond om de nieuwe hufterigheid aan te moedigen die plotselinge oprisping van maatschappelijke betrokkenheid van een paar gefrustreerde nieuwe rijken die de macht wist te grijpen door de onmacht van veel mensen om met moderniteit om te gaan te mobiliseren via een oude zondebok-techniek. Nee, ik sta hier niet om Fortuyn of Kok een plaats in de geschiedenis te geven. Ik sta hier omdat ik me bezorgd maak over de interesse van de burger in zijn landsbestuur. Ook zal ik hier niet vanavond de media kapittelen voor hun gebrek aan onafhankelijkheid. Voorlichters schermen de waarheid af en maken journalisten tot parasitaire, reactionaire handlangers. En gefrustreerd door die gebondenheid zoekt de pers een uitweg in roddel en sensatie. Elke macht in dit land wordt gecontroleerd door een andere macht. De wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende. Maar de media mogen zich in deze trias politica als ongelijk projectiel bewegen als vierde macht.
Standpunt is veelal achterdocht, vooringenomenheid standaard en kritiek wordt gepareerd met een jijbak. Kok viel, Fortuin kwam op het schild. Maar ik sta hier niet om die twee een plaats in de geschiedenis te geven. Ik sta hier omdat ik me bezorgd maak over de interesse van de burger in zijn landsbestuur. 1/3 is al helemaal niet geïnteresseerd en roept dat alle politici zakkenvullers zijn. 1/3 zweeft omdat het ze aan hart of verstand ontbreekt om een keuze te kunnen maken. Ze roept dat politici alleen voor zichzelf kiezen. En 1/3 is gefrustreerd omdat regeren allang niet meer vooruitzien is, maar redden wat er te redden valt. En zij verwijt de politiek gebrek aan idealen en utopische visioenen. Terwijl de moslim bereid is om zijn leven te offeren voor zijn zaak, is de grootste inspanning die de meeste mensen in dit land jaarlijks willen leveren het boeken van een geheel verzorgde vakantie, zodat ze zonder zorgen op hun luie reet aan het strand kunnen liggen. En wat zegt de gevestigde orde, de reguliere politiek? Zegt hij dat je van op je luie reet aan het strand liggen huidkanker krijgt? Wat doet het CDA? Christendom predikt toch naast de liefde? Is dat illegaal het land uitflikkeren? Christendom zegt toch, als u op uw rechterwang geslagen wordt, keer uw linkerwang toe. Is dat bommen op Bagdad? Het rentmeesterschap, het CDA heeft net zoveel met Jezus Christus te maken als de Partij van de Arbeid met Karl Marx. Wat was Bos zijn eerste uiting naar de kiezers toen hij de kersverse leider van de Sociaaldemocraten werd in een tijd waarin het land in staat van ontbinding verkeerde? We hadden zinloos geweld in Venlo. En er werden lijnen getrokken tussen het gedoogbeleid en de krakersrellen in de jaren 80. Maar ik zie veel eerder een rechtstreekse lijn tussen Srebrenica en Venlo. Want als een goed bewapende elite al maakt dat ze wegkomen als er een moreel beroep op ze wordt gedaan, wat kan je dan van de weerloze burger verwachten? Er werd steeds de vraag gesteld, waarom greep niemand in Venlo in? Het antwoord luidt, omdat luchtsteun uitbleef. De eerste uiting, het schot voor de boeg van Wouter Bos naar de kiezers toe was dat de subsidieaftrek van de huren, van de hypotheek werd afgeschaft voor bovenmodaal. Daar moesten wij het als idealisten eventjes mee doen. En zo worden we door veel partijen afgezet. De VVD komt weer met een idee over variabele maximumsnelheid. Probeer het maar eens te controleren. Het gaat de hele tijd over de vrijheid van het individu, maar de veiligheidsvraagstukken roepen zo ongelooflijk veel. Ze willen identificatieplicht vanaf 12 jaar. Moet ik een korte broek aantrekken om een kutsmoes te verzinnen dat ik hem vergeten ben? GroenLinks wil de vossenjacht afschaffen. Zeker nooit van de Vos Reinaarden gelezen. De SP wil de belasting verhogen. Is ook een manier om een hoop mensen het land uit te treiteren. ChristenUnie wil de zondagrust herstellen. En de SGP wil dat bereiken door de vrouw ook op zondag haar mond te laten houden. En de LPF doolt rond in de geest van Pim. Hoe Kok en Fortuin de geschiedenis ingaan, dat hangt. Weer D66 vergeet. Snel mogelijk. Hangt vooral samen met de... De plaats die Kok of Fortuin in de geschiedenis krijgen, hangt samen met wat wij er morgen van maken. Maar een democratie betekent niet 1 keer in de 4 jaar op een automaat je stem tikken. Je kunt misschien in dit land zeggen wat je wilt. Je kon even niet terugzeggen wat je wou. De werkelijkheid had de stoutste fantasie overtroffen. Ik denk dat wat door het toeval in beweging is gezet, niet door het verstand tot stilstand gebracht kan worden. Ik geloof dat fantasie grenzeloos is. Ik denk dat er grenzen aan de reden zijn. Ik denk dat geloven erg gevaarlijk is. Ik geloof dat denken minstens zo riskant is. Dus wat moet ik nog denken en wat kan ik nog geloven? Als wij nergens aan denken, zijn we even gevaarlijk of gevaarloos als de rest van de natuur. Maar als wij nergens meer in geloven,
Wat is dan de zin van ons bestaan? Waarom zouden wij een ander moeten gehoorzamen? En wie kan op grond van welke autoriteit nog regels stellen? Waarom bent u opeens zo stil? Waar denkt u aan? Waar gelooft u in? In wat voor land wilt u leven? In een land waarin je je zin krijgt? Of in een land waarin je zin krijgt? Niet goed met ons land, zegt de een. Daar moet iets aan veranderen, zegt de ander. Ja, maar wat? Vraagt de een. Door de problemen bij de kiem aan te pakken, zegt de ander. Ja, maar wat is de kiem? Vraagt de een. Maak daar maar wie van, zegt de ander. Hoezo, zegt de een. Wie is de kiem? Zegt de ander. De ander, zegt de een. Dan moet die veranderen, zegt de ander. Jij dus, zegt de een. Huh? Zegt de andere, dit gaat me allemaal even te snel. Wacht even opnieuw. Dit keer begin ik. Het gaat niet goed met ons land, zegt de ander. Daar moet iets aan gebeuren, zegt de een. Ja, maar hoe? Vraagt de ander. Door de problemen bij de kiem aan te pakken, zegt de een. Ja, maar wie is de kiem? Zegt de ander. De ander, zegt de een. Jij dus? Zegt de ander. Nee, wacht even. Zegt de een. Wie is de kiem? Vraagt de ander. De ander zegt de een. Dan moet die veranderen, zegt de ander. Jij dus, zegt de een. Hé, zegt de ander. Nou zijn we weer bij mij terecht. Hoe kan dat nou? Omdat jij de ander bent, zegt de een. Oké, zegt de ander. Ik moet dus veranderen. Precies, zegt de een. Heb je het eindelijk door? Oké. Zegt de ander. Ik ga rigoureus veranderen. Ik ben voortaan ook de een. Nee, zei de een, dat kan niet. Er kan er maar één de een zijn. En dat ben ik. Oh ja, zei de ander. Wel eens van iedereen gehoord. Ik was nog zo van plan geweest geen stemadvies te geven. Dank u wel, dames en heren. Het is aan mij om vooral u ook te bedanken. U heeft die hele avond... Gaat u maar weer even zitten, hoor. Het wordt anders zo'n zegenachtige toestand. U heeft ook een wereldprestatie geleverd. U heeft uw concentratie erbij gehad. Ik voelde op zeker moment, voelde ik een dipje bij u. Ja, ik heb iets geslikt. Maar u... En ja, wat denk je? Ik heb geen controle, dus ik kan slikken wat ik wil. En... Ik sta hier on speed, maar ik wil u bedanken. U heeft mij er doorgesleurd door uw attentheid. U heeft alle grappen heeft u eruit gehaald die er niet in zaten ook. En knap.
U heeft, we hebben vanavond met u voor Warchild iets van 28.000 euro opgehaald. Dan... Weet u meteen wat ik zo per avond verdien hier? En, ik wou u de nacht insturen met een liedje wat u misschien al eens eerder gehoord heeft. Maar als u het eerder gehoord heeft, dan zegt u meteen, je kan het niet vaak genoeg horen. En als u het nog nooit gehoord heeft, dan denkt u onmiddellijk, dat zou ik nog wel eens willen horen. Wees niet bang. Ik zou het toch leuk vinden als Hella even naast me kwam staan. En dames en heren, in haar. En dan mag ik nog even klappen, maar niet meteen, ik noem ze allemaal op. De mensen van de Pepsi Stage, het is een verschrikkelijke naam. Ik heb er alles aan gedaan om het De Jonge Theater te laten heten. Maar ik was niet opgewassen tegen Frimona. Mensen van de Pepsi Stage, Amir en Petra en Paul. En Hugo niet te vergeten. Dan heb ik... Wie? Jan Willem. De mensen van de techniek. De gebroeders Schuurman. Mensen van de fabriek. Paul en Ewald niet te vergeten. Edwin. We hebben hier aan de zijkant Tom. En dat heeft Paul, hoe heet hij ook weer, gedaan? Peter, Nico. Nico achter het geluid. Peter heeft het hele decor gemaakt. Tom heeft die toekang gemaakt. Enfin, dames en heren, er zijn duizenden mensen bij betrokken geweest. En ik zou ongetwijfeld een aantal namen vergeten, maar niet die van Hella. Die heeft de zaken de afgelopen weken, het was soms zwaar, bij elkaar gehouden. Maakt u zich geen zorgen, we zijn er al lang uit. Dit hoeft Nederland niet mee te maken, dit kleffe gedoe. Dit spel spelen we alleen maar voor onze dochter die in de zaal zit. Om haar te laten zien hoe goed het huwelijk tussen haar ouders is. Wees niet bang. En dat heb ik voor haar ooit gemaakt, mijn dochter. Wees die vandaag haar eerste... Ze heeft gesolliciteerd en ze heeft vandaag haar baan gekregen. Dan weet u meteen alles over ons. Maar wij hebben geen geheimen. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelbewust of aarzelend op de tast. Houd je aan regels. Volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los. Of pak er juist één vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je. Het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang. Je bent één van de velen en tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen. En soms zal moeten zeggen, laat me vrij. Thank you.